in het prachtige Overlangel, in de tuin van Maasdijk 4 van Joannika Ring, in gesprek met Erwin Boersma van Boersma Ring. Daar komen we zo meteen op. Erwin, kun je ons iets vertellen over hoe jij, hoe jouw leven verlopen is en wanneer Advaita op jouw pad kwam? Ik vind het eigenlijk veel interessanter om naar andere levensverhalen te luisteren. Maar dat is natuurlijk ook een stukje beroepsdeformatie. Ik weet niet wat de mensen interessant vinden. Ik heb wel een hoop meegemaakt in die zin. Wat niet zeg maar standaard is. Ik denk dat er nog wel wat vragen nodig zijn om te zeggen van wat zouden mensen dan willen horen? Want ja, voor mij is het, ik ben er zelf bij geweest. Dus, ja. Voor jou is het niet zo interessant. Nee. Ik weet wel de link naar het feit, want dat is natuurlijk waarom we hier zitten. Ja. Maar je bent nu hoe oud? 42. Oké, dezelfde leeftijd zoals ik een beetje. Ja. En hoe was je jeugd? Laten we daar eens mee beginnen. Mijn vader was ondernemer, is begonnen als autohandelaar en is later in de vieze menspartij terecht gekomen. Na een switch, ook zo rond zijn 40ste, 42ste, wat je natuurlijk wel vaker ziet. En is toen in de vieze menspartij gegaan, dus vanuit de autohandel de vieze menspartij in. En dat had ook wel een impact in de omslag qua wonen, want toen gingen we ook gelijk verhuizen. Maar dat was allemaal redelijk stabiel en ik heb zeg maar tot de puberteit is dat allemaal wel redelijk stabiel geweest. Er was veel bij opa en oma, dat is nog wel echt iets wat ik me kan herinneren. Ik denk dat die wel een heel groot gedeelte van de opvoeding voor hun rekening hebben genomen. In ieder geval waardoor de manifestatie is zoals het zeg maar er nu uitziet. En een hele prettige herinnering heb ik daar ook aan. Waren lieve mensen? Hele lieve mensen, absoluut. Ja. Ik kon daar helemaal doen en laten wat ik wilde. Die lieten me daar ook volledig vrij in. En ja, dat heeft natuurlijk wel ervoor bijgedragen dat je dat toch qua vorming... Ik denk zelf achteraf, maar dat is natuurlijk al de gedachten die zich dan achteraf vormen... Dat de opbouw van de persoonlijkheid daardoor wel later heeft plaatsgevonden als bij... gemiddelde, hoe je dat wil noemen. Dat blijven woorden natuurlijk, maar ik realiseer me wel dat zeg maar laat heeft plaatsgevonden. Dus ik heb lang kunnen doen, lang vrij kunnen zijn, zeg maar. En hoe was jij als kind? Hoe was ik als kind? Ik praatte toen al heel erg veel. Vond ik heel leuk. Ik had zo'n klein fietsje. Waar ik overal mee naartoe sjouwde. Ik ging bij mensen ook echt zelfstandig op visite, ook die ik niet kende. Dan zag ik ze zitten en dan ging ik gewoon, liep ik gewoon de tuin in en dan stelde ik me voor en dan ging ik met ze praten. En dat deed ik op vakantie op de camping precies hetzelfde. Mijn ouders waren me, en ook mijn opa en oma waren me gewoon uren kwijt. En dan hoefden ze zich ook geen zorgen te maken, want ik zat altijd ergens bij een tent of een caravan of een bungalowtje. Kon je me wel weer vinden. Ja. Dus je was niet bang aangelegd? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Maar ja, dat heeft misschien ook wel te maken met... dat is dan een verklaring die niet gevraagd wordt nu. Maar ik denk wel dat door het lang vrij kunnen zijn... Ja, dan is er ook geen mogelijkheid, denk ik, om je echt angst op je te kunnen krijgen. Omdat als je vrijgelaten wordt, is vaak natuurlijk door de projectie van de ouders op het kind... waardoor zeg maar die gebondenheid ontstaat. Ja. Dus daar ben ik toch heel lang vrij van gebleven. Maar de andere kant is dat het later natuurlijk weer in een kortere periode even goed gevormd wordt. Want in je puberteit sloeg dat om? Ja, ik ben nooit zo heel zelfbewust geweest. Ik heb heel veel geleerd ook en dat heb ik nooit echt beseft. Hè. Een van de dingen wat ik heel vaak vertel. Ik heb een aantal studies volbracht en... Wat daar eigenlijk naar voren kwam, vanuit de lagere school, was ik eigenlijk helemaal niet zo bezig met leren. Ik wist überhaupt niet dat het kon. Mijn ouders die waren daar ook niet mee bezig. En opeens wilde ik de handel in. Hè. Dat zat er toch wel van kinds af aan ook in. Dat vind ik nog steeds hartstikke leuk. En wat ik toen merkte, is dat het schooladvies wat ik toen kreeg, dat was toen VWO Gymnasium. En dat kan ik me nog heel goed herinneren. Want ik was zo verbaasd, ik wilde naar de lagere detailhandelsschool. Nou, ik weet niet hoe de situatie nu helemaal is, maar dat was, je had zeg maar LBO, MBO, HBO en dan universiteit. En ik wilde naar het LBO,
ja, vriendjes van mij gingen naar de LTS. Die waren handig met hun handen. Ja. En ik wilde de handel in, dus ik wilde naar de lagere detailhandelschool in Amsterdam. Ja, en toen kregen we dat VWO-advies. En ik zie mijn ouders daar nog van, oh, nou ja, dan moet dat het maximale eruit halen. Oh. En toen had ik het geluk dat een vriend van mij, mijn vriend van de hele lagere school, die zijn moeder was leraar. Ja, en die heeft me eigenlijk leren. En tot dat moment was ik eigenlijk helemaal niet... Had ik helemaal niet het idee dat ik snel kon rekenen, snel kon leren of ja, whatsoever eigenlijk. Dus dat is, ja, toen is dat besef heel langzaam gekomen. Maar ja, ik denk eigenlijk nog wel tot ver in mijn 20ste, ja, dat eigenlijk nog wel doorgegaan is. Misschien na het overlijden van mijn oma, dat het daarin, ja, in een versneld tempo heeft toegenomen. Maar, wat bedoel je precies dan? Persoon worden? Ja, echt dat masker... Ja. Maar goed, dan word ik natuurlijk ook, heb je natuurlijk nu wat input vanuit Joannika, de ervaring. Ja, wat natuurlijk een heel dankbaar middel is, dat je daar zo dichtbij vanuit Boersmaring direct uit kan putten. Dus ja, dat geeft je natuurlijk wel veel meer inzicht als dat ik het op een andere manier had kunnen krijgen op dat gebied. Ja, toen heb je school afgemaakt. Ja. Je bent zelfs nog naar de universiteit. Ja. Ja. In Nijenrode? Ja, klopt. In Breukelen, ja. Dus, mooi gebouw. Ja, zeker. Prachtig. Ja, ja. Een heel oud kasteel. En wat heb je daar geleerd? Internationale bedrijfskunde. Dat werd daar dan gegeven. Ja, dat was eigenlijk wel de leukste schoolperiode wat ik me nog kan herinneren. Omdat dan ook meer de intentie is om zeg maar echt iets ervan te maken. En ik heb heel lang... gewoon gestudeerd omdat ik gewoon echt niet wist wat ik moest of waar ik goed in was. Ik wilde vroeger jachtvlieger worden bij het leger. Maar ja, toen ik kwam uit de babyboom generatie, van zeg maar na de Tweede Wereldoorlog, mijn ouders dan. Dus ja, daar kwam een hele lichting van kinderen weer van de babyboom generatie. Dus ja, dienstplicht, dat was toen net op het randje. Dus ja, dat ging niet. En ik had ook niet de drive om te zeggen van ik wil echt het leger in. En want je werd ook niet gelijk jachtvliegen. Je moest eerst weer gewoon het leger in. En dan uiteindelijk kon je dan naar de luchtmacht. Dus dat gebeurde ook niet. En ja, ik zat net met die lengte. Dat was toen, wat ik me nog kan herinneren, van 1,93, 1,92. Dat was net de grens. Dus ja, dat gebeurde niet spontaan, zeg maar. Hè? Dus alles gaat vanzelf uiteindelijk. Maar dat wist ik toen niet. En ja, dat maakte dat niet doorging. En daarna wist ik het gewoon niet meer. Dus ja, ik ben gewoon blijven leren om maar toch nuttig te zijn en bezig te zijn. Hè? Want dat is toch wat je denkt dan op dat moment. Tenminste, wat ik dacht dat er van me verwacht werd. Ja, en uiteindelijk ben ik een avondstudie naast het ondernemerschap op Nijrode gaan doen. Maar toen was ik al, ik denk 27 of zo. Maar toen was ik ook echt gemotiveerd. Omdat ik dacht van nou, dat moet ik gewoon gaan doen. En ja, dat heeft voor de studie aan zich niet het rendement gebracht. Maar wel het contact. En ja, dat maakt je natuurlijk wel... Dan krijg je meer inzicht in waar je goed in bent. En dat was het ondernemersvak, kwam daar dan zeg maar wel bevestigd naar voren. Met een mannetje of vijf zaten we zeg maar in een groepje. Dat was, ja, was een superleuke tijd. Heel veel gelach ook. Ja? Ja, dat was echt heel leuk. Ja. En je bent ondernemer geworden in Amsterdam? Ja vanaf 99 ben ik begonnen. En daarvoor in de horeca gezeten, dus dat op het Damrak. Dus ja, veel ervaring in de horeca opgedaan. En daarna internet kan spelen. Nog een beetje, dus een beetje pionieren ook. Reclame op stijgerdoeken, hè, dat was toen nog niet. Dus image building was wel een leuk iets. Dus dat pionieren en dat ondernemen, dat zat er altijd wel in. Nieuwe dingen bedenken. En als dat eenmaal draait, dan is voor mij de lol er wel af. Ik ben echt iemand om het in gang te zetten. Ja, dan, en het volgende. Ja, dat zit wel een beetje in de dynamiek van de aard, zeg maar. Ik ken je natuurlijk langer als vandaag, want ik kom hier ook graag bij Joannika Ring. En het eerste wat Joannika mij vertelde over jou, en daar schrok ik wel een beetje van, was dat jij een groot fortuin vergaard hebt, wat daarna... door wat voor reden dan ook weer uit je handen geglipt. Ja, nou ja, dat klopt. Hoe is dat om zoiets te ervaren? Want ik ben nooit heel stinkend rijk geweest, dus ik kan mezelf daar geen voorstelling van maken. Is dat echt een klap in je gezicht of hoort dat bij ondernemen?
Ja, want ik denk dat bij ondernemen hoort. En ik denk ook dat het kapitaal aan zich, hè, stinkend rijk, dat ook niet echt in de belevingswereld van een ondernemer speelt. Althans niet in de mijne. Ik zat dan in het onroerend goed. Dat klinkt heel blasé, maar je werkt eigenlijk gewoon met 3 nullen eraan. En je begint met 1 appartement, dan worden het 2 appartementen, dan wordt het een gebouw van 6 appartementen. Dan wordt het een groot pand in een winkelstraat. En ja, het groeit vanzelf. Ja, en de verhoudingen blijven hetzelfde. En je bent eigenlijk niet met die nullen bezig. Je bent bezig met de ontwikkeling van dingen, de creatie, met de architect, met de aanneemploegen, dat soort dingen. Ja, dat speelt eigenlijk een hele ondergeschikte rol. En wat mensen ook vergeten heel vaak, is het verschil tussen zeg maar vermogen en daadwerkelijk het geld in de knip hebben. Want ja, dat onroerend goed was natuurlijk ook een vorm van handel eigenlijk, hè? Want je koopt en je verkoopt. En het interessante hou je en dat verhuur je dan. En wat je daarmee ook ziet, is dat je eigenlijk als je panden hebt, dan heb je, of laten we zeggen, als je handel hebt, dan heb je geen geld. Ja. En als je geld hebt, dan heb je geen handel. Dus dat is continu een wisselwerking van aantrekken en afstoten. En ja, dat is eigenlijk de dynamiek van het spelletje. Ja, en daar is dat geld eigenlijk een middel. Dat is, ja, dus ja, als je het zeg maar op gaat tellen, dan praat je zeg maar over een redelijk kapitaal. Als je het in één keer zou verkopen, je hebt ook geen vreemd vermogen. Want dat komt er ook nog eens een keer bij. Dus natuurlijk ook een gedeelte is er vreemd vermogen. Het is allemaal dan wel heel relatief. Hè? De crisis is daar bijvoorbeeld een heel duidelijk voorbeeld van. Ja, dan worden gewoon bepaalde onroerend goedportefeuilles worden dan anders getaxeerd. Ja, en dan krijg je dus, heb je dan zeg maar een portefeuille van 10 miljoen voor 5 miljoen vreemd vermogen. Dan zeg je, nou, heb ik zeg maar een verschil van rentabiliteit zeg maar van vreemd vermogen, hefboomwerking, laat ik het zo maar even noemen, van 50%. Nou, 50-55% maak je zeg maar het meeste rendement op je vreemde vermogen. Dus dan gebruik je het geld van de bank het meest effectief. Maar ja, als die panden dan van 10 miljoen in één keer gewaardeerd worden naar 5 miljoen, ja, dan ben je 100% gefinancierd. Dan wordt het natuurlijk wel anders. Ja. En als je dan geen backup hebt, dat je helemaal geen wisselgeld hebt, ja, dan gaat het natuurlijk, kan het ook heel hard, kan net zo hard achteruit weer gaan als vooruit. En, ja, ik weet vanaf, vanaf, laten we zeggen, 2000, van 98. Ja, dan gingen die prijzen alleen maar omhoog, zeker in het centrum van Amsterdam. Er was niemand die überhaupt zich voor kon stellen dat het ooit nog weer een keer naar beneden gaat. Want dan werd er gezegd, ach, in New York en in Londen, hè, dan is het nog 10 keer zo hoog. Dus ja, dat gaat in Amsterdam niet gebeuren. En dat is toch tijdelijk eventjes geweest. Dus wat ik begrepen heb, is nu allemaal wel weer aan het aantrekken. Zeker op die A-locaties. Ja, dat geeft wel een andere dynamiek natuurlijk. Heb je er wakker van gelegen? Nee, nul. Dat kan ik heel resoluut. Dat ik heb... Wakker liggen is sowieso iets niet wat ik ken. Ik denk zelfs dat als de problemen zich aandienen, zeg maar, ja, dat ik eerder dan nog automatisch geneigd ben om meer te gaan slapen dan minder. Omdat mijn fysieke gesteldheid gedijt eigenlijk alleen maar goed bij voldoende rust. Dat is al een aangeboren weten eigenlijk. Ik drink heel veel water en heel veel slaap. En dat is eigenlijk een beetje de brandstof van de motor. En als ik me daar ook echt aan hou en bewust mee ben, ja, dan kan je eigenlijk wel heel veel aan. Althans, is mijn ervaring dan. Maar als we het even vanuit Advaita bekijken, heb jij dus toen je die panden allemaal in bezit had, niet daarmee geïdentificeerd? Nee. Dus daarom was ook op het moment dat het uit je handen ging, was er ook niet dat Erwin ineens begon te wankelen en dacht, oh jee, nu ben ik niet meer die succesvolle zakenman van toen. Of nu... Ben ik minder waard? Of... Nee, niet vanuit het innerlijk weten. Hè, maar wel, ik heb het natuurlijk wel ervaren vanuit de projecties die op mij gericht waren. Hè. Mensen die mij goed kennen, die weten toch wel dat ik echt van pionieren hou en van risico's loop. Ik was 22, ja, toen was het zeg maar qua materie al ruim gemanifesteerd, zeg maar boven het gemiddelde. Ik zat al... Ja, toch wel in andere kringen als zeg maar normale mensen, dat klinkt, dat zeg ik eigenlijk verkeerd, maar zeg maar als gemiddelde mensen, hè, ja, ik was net klaar met school en dat maakte eigenlijk wel dat eigenlijk al in zat. En ook dat mensen mij als zodanig kennen en op het moment dat dan in één keer de lijn anders gaat vormen,
Ja, eerst denken ze van, wat een lef en een risico en dat doet het toch allemaal maar. En ja, als het dan opeens de andere kant op gaat, ja, dan zie je mensen toch ook wel, ja, zie je wel. Het gaat bij hem toch ook, het kon eigenlijk al niet zo lang goed gaan. Ja. Ja, dan krijg je ook een beetje afhankelijk waar je zit, maar ja, dan krijg je allerlei projecties op je. En dat is wel iets wat ik als lastig heb ervaren, dat mensen aannames op je doen. Wat bijvoorbeeld? Nou, ik had bijvoorbeeld twee panden gekocht waar een casinovergunning op zat. Ja, en dan kom je toch al gelijk automatisch, word je al in de criminele hoek geprojecteerd. Gewoon puur als aanname. En de mensen onderzoeken dat ook niet. En dan, ja, dan is, vind ik het ook een zwakte gebod om dan uit te gaan leggen hoe het dan werkelijk zit. Want dan denk ik, ja, weet je, van de projectie kun je het toch niet winnen. Nee. Dus ja, daar hoef je dan ook niet aan te beginnen. Maar ja, ik kan ook niet ontkennen dat het prettig is. Het is zelfs onprettig. Ja. Want dat is niet je ware natuur. Nee. En je ware natuur is gewoon dat je wilt delen en dat je iets moois wil manifesteren. En die intentie wordt dan eigenlijk al helemaal niet meer gezien. Omdat je al met een, ja, in Amsterdam noemen ze dan een criminogene bedrijfstak. Hè? Dus dat wat gerelateerd is aan criminele of criminele activiteiten. En als je die in die hoek zit, dat heb ik dan wel ervaren, dan wordt het heel moeilijk om daar buiten te blijven qua projectie. Want dat zal wel, weet je, het zal wel weer of het zal dit. Of, ja, dat is toch niet, dat heb ik eigenlijk nog als het meest onprettig ervaren. Dus dat is wel iets wat ik ervan onthouden heb. En aan de andere kant vormt je dat ook. Je kan nu mensen bijstaan die natuurlijk ook daar last van hebben. Ik bedoel, jij als radio DJ zal het ook niet vreemd in de oren klinken als mensen, dat is Patrick Kikker. En die hebben daar al een beeld van. Ja. En het kan nooit een beeld zijn wat klopt. Nee, zeker. In verhouding tot dit soort interviews denken mensen, jezus, heeft die het over spiritualiteit en non-dualiteit, die flauwe gozer van de radio? Ja, juist het contrast maakt het leuk ook. Ja, vind ik ook. Ja. Vind ik ook. Ja. Wanneer ontmoette je Joannie Karin voor het eerst? Ik was bij een, dat is een jaar of drie, denk ik, geleden nu. Nou ja, laten we 3 jaar zijn, dat maakt op zich toch niet uit. 3 jaar geleden ongeveer. En toen was ik bij een wederzijdse vriendin. En die had een foto van Muji. Ik zeg, dat is een geinige negen. Leuke gozer is dat, leuke uitstraling. Ik zeg, wat doet hij bij jou in de keuken? Ja. En dat is Muji en die houdt zich bezig met Advaita. En ik zeg, wat is dat dan? Geen vraag. En toen zei ze, ik ben ooit met Advaita in aanraking gekomen via Joannie Karin. Hè? Dat is eigenlijk mijn leermeester. Maar die Muji, in september, die zou ik nog wel een keer willen ontmoeten. En zij had toen wat betekend voor mijn vrouw in een beetje een soort coachingstraject. Toen dacht ik eigenlijk van, daar was ik eigenlijk wel dankbaar voor. Dan dacht ik, weet je wat, dan gaan we naar, dan bied ik jou die reis aan naar Muji. Dan kan jij naar Muji, wat je altijd had willen doen. En voor mij was het ook prachtig, want ik denk, dan kom ik gelijk in aanraking met die Muji. En zij heeft er verstand van, dus ja, dat is een mooie win-win situatie. Daar ben ik altijd wel gek op. Dus naar Portugal toe? Dus naar Portugal. Ja, toen kwam ik daar. Ja, dat was zo'n rare ervaring. Ja, dat was in een of ander ecocentrum was het. En daar is van die houten cabines. Ja, en ik kom daar die tent in lopen en ja, ik dacht echt, ik ben in de Vaticaanstad terechtgekomen. Ja. Weet je. Ja, mensen gingen staan en ja, er gebeurde van alles. Hij kwam binnenlopen en dan had hij zo'n ritueel met een kleedje. En dat gooide hij zo over zijn schouder. En ja, toch was de eerste kennismakingavond. En ik vergeet ooit, dan liepen we weer terug naar het huis, zeg maar. Het was ook een stilte, een retraite, maar die hielden wij ons niet zo aan. We hebben wel gelachen ook. Maar goed, lang vooral kort maken. We lopen dus naar buiten en ik zie daar een opstootje van een aantal mensen. En ik denk, wat is daar nou aan de hand? Ik denk, er is iets helemaal flauw gevallen of er is iets gebeurd. Dus vanuit nieuwsgierigheid ging ik er kijken. Ja. En ik sta zo door die dingen te kijken. En komt hij via een andere uitgang, komt hij buiten. Maar die mensen die wisten al dat die route zou lopen. Ja, dus die stonden hem eigenlijk gewoon op te wachten. Ja. Ja, en hij komt naar me toe lopen. En toen pakte hij zo, legde hij zijn hand zo op mijn hart. Ik dacht echt bij mezelf, wat doet hij nou? Ja, waar ben ik in beland? Ja. Ja, toen gingen we terug naar een soort receptieachtig ding. En dat was een Nederlandse vrouw.
Ze zegt, we moesten nog iets regelen met een kamer, want we hadden twee aparte kamers. En één sleutel was nog niet gereed of er was iets verwisseld, ik weet niet meer. Maar in ieder geval, er moest iets nog geregeld worden. Dus bleek een Nederlandse vrouw, toen zei die dat begint. Die zegt, nou, hoe vind je dat? Ze zegt, nou, hartstikke leuk. Ik zeg, maar ik vind dat lijkt wel een beetje defotisch gedrag. Zeg, dat, ik kan me voorstellen dat dat toch voor jullie wel een beetje vreemd is. Ik zeg, want ja, ze gaan aan zijn voeten liggen. En ik zeg, ja, dat vond ik zo vreemd. Ja, zegt ze, ja, dat hoort er gewoon bij me. Maar later bleek dus dat zij juist degene was die zo devotie, want die zat echt in die eerste cirkel. Dus ja, dat was dan heel spontaan. Dat was wel heel leuk. Heb je er wat van gemerkt dat het moedje zijn hand op je hart gelegd heeft? Ik zou liegen als ik ja zou zeggen. Het zal, misschien dat het wat losgemaakt heeft. Ik weet het niet. Je bent daarna wel behoorlijk in de Advaita gedoken. Ja, dus ik kan niet zeggen dat het niet zo is. Nee. Het was in ieder geval voor Advaita het begin. Ja. Dat kunnen we met zekerheid vaststellen. Ja. En, je raakte gefascineerd. Ik denk, wat is dat toch? Nou ja, ik heb natuurlijk vanuit het ondernemerschap, en dat is ook wat we met Boers Maring ook, dat was een van de triggers om met Boers Maring ook verder te gaan, is als ondernemer weet ik dat je altijd op zoek bent om die vervulling te zoeken. Hè, je hebt een drive om goed genoeg te zijn. Hè. Als ik heel eerlijk ben, dan is het, hè, dat pand en dan heb ik dat pand. En als ik dat pand heb, dan, hè, dan ben ik compleet. En dan kijk je op tegen de grote jongens. Dan denk je van, nou, die kopen een hele straat. En als ik dan dat pand kan opknappen, nou, dan ben ik er. Maar dat gaat nooit gebeuren. Nee. En ik had wel altijd, waar zit die vervulling nou in? En dat is wel wat Advaita natuurlijk, is dit alles? Dat is toch wel de zoektocht, ja, waar het mee begint. Althans vanuit ondernemen. Een ondernemer begin je vanuit een bepaalde passie, maar het is ook echt wel om iets te manifesteren en toch een beetje te laten zien. Hè. Ga maar naar een businessclub of wat dan ook. Ja, er is niemand die zegt van, ik voel me vandaag een beetje kloten. Weet je, ik heb vandaag niks verkocht. Ik heb al een week geen omzet. Dat is allemaal, dat is goed. Ja. Het is net in de jachthaven, die ervaring heb ik ook. Hè. Als je in de jachthaven komt en je bent bij de havenmeester, dan is de boot een meter korter. En als je in de scheepskroeg staat in de haven, dan is hij een meter langer. Ja. En dat is natuurlijk wel een issue heel vaak. Een ego-wereldje lijkt het me. Ja. Ik denk dat elke wereld wel dat aspect in zich heeft. Maar ja, de ondernemers, daar zit natuurlijk wel... mijn ervaring is ook wel dat hoe meer kapitaal er aanwezig lijkt te zijn, hoe moeilijker het ook is om je niet te identificeren met dat masker. Hè? Dat gaat één op één over, want dat is wat je bent. Er zijn mensen die hebben altijd iets van je nodig. Er is altijd een bepaald belang. Of ze willen opslag, of ze willen iets aan je verkopen. Of ze willen dat jouw onderneming met hun in zee gaat. Het is altijd een belang en een behoefte. Ja, en daardoor wordt er ook naar je mond gepraat natuurlijk heel vaak. Dus het is heel moeilijk dan dus die mensen zijn dan al afstandelijk. Over het algemeen. Maar juist om die reservering in te bouwen. Uit een stukje veiligheid, weet je. Want... Ja, heel vaak komt het natuurlijk toch voor. Als je dan dat masker dan laat vallen, ja, dan gaan mensen daar toch op een of andere manier weer een voordeeltje uit proberen te halen. En dat heb ik wel bij diverse conculega's. En ja, dat waren toch wel ook wat grote partijen in Nederland mee heb kunnen zien hoe dat daar rijlt en zeilt. En ook echt grote topondernemers. Ja, waarin je dat aspect toch elke keer weer naar voren ziet komen. Dat is echt wel een lastig aspect van het ondernemerschap. Kun jij nog wel het onderscheid maken tussen iemand die leuk tegen je doet omdat hij iets van je wil, of iemand die gewoon leuk tegen je doet omdat hij Erwin gewoon leuk vindt? Nou ja, ik weet niet waar dat in zit, maar ik weet wel dat niet meer zoveel uitmaakt. Hè, dat wantrouwen of de voorzichtigheid... Ja, dat gaat op een gegeven moment gewoon weg. Ik ben erachter gekomen dat ik het ook niet meer anders kan. Dus ja, wat er dan ontstaat is ja, dat wat er dan gewoon is. Ja, ja en als er iemand is die daar dan misbruik van wil maken of gebruik of weet ik, ja, dan is dat... Er is ook niet meer zo heel veel om te gebruiken. Ik bedoel, dat is ook wel minder geworden natuurlijk. Ja. Maar ja, ik ben nog steeds in dat opzicht ja, net zo makkelijk en open, zeg maar, als dat ik toen ook was. Maar ja, daar ben ik inderdaad wel het nodige kapitaal ook aan verloren. Maar op een of andere manier heeft het me ook niet ervan weerhouden om een andere insteek te kiezen. En advaitisch gezien snap ik nu wel wat daar heeft afgespeeld. De gedachte wordt achteraf gevormd in de analysemodus van hey, wat heeft daar plaatsgevonden. Maar feit is gewoon dat het... Ja, een aaneensluiting van is. En ja, waar we het nu over hebben, dat is allemaal
natuurlijk de gedachten die ze gevormd hebben achteraf. Allemaal maar verhaaltjes. Ja. Allemaal verhaaltjes, precies. Ja. Precies. Wat is het, wat is je het meest bijgebleven van alle gesprekken die je met Joannieke gevoerd hebt? Waar hamerde ze op en wat heeft nou echt diep impact op je gehad? Dat aannames echt het moeder is van het misverstand. Dus alle conflicten, alles gaat eigenlijk al mis met een aanname die je doet. En die aanname klopt eigenlijk nooit. En daar zitten natuurlijk helaas aannames ook bij die af en toe wel lijken te kloppen. Mm-hmm. Maar ook die kloppen niet. En juist die aannames die kloppen, dat wou ik eigenlijk zeggen. Die aannames die kloppen, die geven de illusie dat die anderen dan ook wel zullen kloppen. En ja, het onderzoek dat er geen één aanname klopt, hè, dat altijd gedachten zijn of geprojecteerd naar de toekomst toe of een gedachte over het verleden om het kloppen te maken, wat ons verstand eigenlijk de hele dag probeert te doen. Ja, dat was eigenlijk wel de hoofdmoot waarvan ik dacht van shit, ja. En dat ze ook niks oplegt. Hè? Ze laat je gewoon vrij en of je bordje laat staan hier of je gaat zitten poepen bij ze spreken. Ja. Of het maakt allemaal niks uit. Ja. En in het begin was ik, de eerste half jaar dacht ik van ja, dit kan niet waar zijn dat iemand zo is. Klopt niet. Maar ja, we zijn nou laten we zeggen 3 jaar verder. Ja. Ja, en ik ben echt wel qua intelligentie en qua emotionele intelligentie, hè, dus Derek en verbaal. En psychologisch en qua dominantie denk ik echt wel dat ik zeg maar de gereedschapkist heb om daaraan te zagen. Ja. Maar nee. Het is mij nog niet gelukt, dus ik durf echt wel de conclusie te trekken ja, dat het ook niet meer gaat lukken. En de pogingen daartoe, ja, die hoeven ook niet meer. Hè? Nee, dat, nee. Wanneer kwam het idee op om samen Boers Marijn te beginnen en waarom? Ja, Joannieke heeft heel veel zelf dan niet zo ervaren, maar laten we zeggen in de personen. Zij maakt onderscheid tussen personen en mensen. Mensen die zijn op de hoogte van hun ware natuur. En de personen die zijn nog bezig in de opbouw van het masker. Maar daar zit geen oordeel op, maar voor het verhaal is het misschien even makkelijker om dat toe te lichten. En in de persoon, vanuit de persoon gezien, of de vernauwing zoals het in Advaita ook vaak genoemd wordt. Was er een ervaring dat er iemand een hand uit de kas had gedaan voor wat betreft het bouwdepot. Hè, want haar huis is helemaal afgebrand. Nou, ik kwam net in, die scripten die kruisten elkaar ja, toen de fundering net gestort was. Nou, er was iemand die had zich opgeworpen om het administratieve en ja, alle ja, praktische dingen qua bouwen. En om dat te regelen met de aannemer en de architect. En de administratie die daarbij gebaat werd, dus dat er uit het bouwdepot dingen betaald werd. Daar is zij gewoon heel open en in vertrouwen in geweest, maar er is iemand die heeft daar toch gebruik van gemaakt. Nou, daar heeft ze nooit één onvernoog woord over gelaten, maar het leidde wel tot een tekort van enkele 10.000 euro's. En daarna was er ook miscommunicatie tussen zeg maar, de bouwproject en gemeente Os en de waterschappen. Wat ook leidde tot, dus de fundering moest er weer uit en toen moest hij 6 meter naar achteren en 1,5 meter omhoog. Ja, die fundering lag er al in. Ja, totale schade was, nou, laten we zeggen, 160.000, 170.000 euro. En ze had niks meer, want alles was verbrand. Ja. Nou, ik kwam hier net op satsang in het atelier. Nou, was er met houtkacheltjes was het aan het warm stoken. Ja, toen zag ik iemand van, ik zag Beur, die kende ik toen niet. Maar ik zag een oudere man die daar in zijn jas, in de kou, in een atelier, enkelsteens. Ja, en dat maakte wel deed wel een beroep op mijn integriteit, hè, mijn innerlijke kompas. Dat ik denk van, nou, dit kan echt niet. Hier moeten we gaan helpen. Ja, die moeten we echt. En ik wist dat er niks was in dat opzicht. Maar dat was überhaupt niet in vragen. En het gekke was dat door die omslag waren er natuurlijk ook spanningen bij mij thuis. Hè, dus met mijn vrouw. Dat ging heel harmonieus. Ik richtte zich meer op de bouwactiviteiten om dat gat te dichten. Wetende dat er 2 mensen waren die natuurlijk geen hypotheek konden krijgen. En allerlei andere problemen door zeg maar het hokje wat de banken en de financiële wereld hanteert. Kunstenaar. Beur is natuurlijk eigenlijk ook kunstenaar met ja. Tekenfilm, maar op leeftijd. Dus daar zaten wel een aantal punten in dat je dacht van nou, dat kon wel eens een heel moeilijk traject worden. En,
ja, via mijn relatienetwerk heb ik dat dan zeg maar recht weten te trekken. Of ik niet, maar is het recht getrokken, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En ondertussen gaf Joannika mij heel veel inzicht over de relatie en ook over de relatie met mijn vrouw. Toen dacht ik eigenlijk, dat is toch eigenlijk heel vreemd. He, dat er zoveel kennis aanwezig is. En dan ben ik me er echt in gaan verdiepen. En toen dacht ik, dit is zo vreemd. Ik had inmiddels al een mediation opleiding gedaan. Want dat zat er ook al van nature in, van kinds af aan. Een conflict oplossen. Ik bemoeide me er ook mee, maar ook echt vanuit de intentie om de harmonie te herstellen. En het vertrouwen in elkaar. Daar had ik toch al een bepaalde doorkijk al in. Ook eigenlijk meegekregen vanuit het begin. En die twee dingen dacht ik van ja, maar die problemen die ik heb, die zag ik ook bij vrienden die ondernemer zijn, bij collega's, echtscheidingen. Ja, je bent altijd weg, weet je wel. Ja, maar jij wil wel die dure kleren, die nagelstudio en weet ik veel. En je lekker laten poedelen en verwennen. En ja, jij bent altijd weg. Dus dat was altijd een spanningsveld. Ik heb wel eens gehoord over een ondernemer, als je je eigen zaak hebt, hoef je nooit meer te werken, maar je hebt nooit vakantie. Ik denk dat het is natuurlijk ook een beetje afhankelijk wat je insteek is. Maar in principe ben je met je onderneming wel 24/7 ben je gewoon bezig. Het houdt nooit op. Het houdt eigenlijk nooit op, nee. Want je bent of bezig met nieuwe plannen aan het bedenken. Of hoe zal ik dit doen? Of een bepaalde stagnatie. Hoe kan ik het weer stromend maken? Personeel wat het niet naar zich zin heeft. Precies omgekeerd, jij die het niet naar je zin hebt. Heb je er wel van genoten, van het ondernemerschap? Ja. Geniet je er nog steeds van? Ja, maar ik vind vooral ook waar ik het meest van geniet, is de verscheidenheid aan mensen. Er is zeg maar één bron en dus dat is wat we in gemeenschap hebben. Maar al die verschillende brillen waardoor we de wereld beleven. Ja, dat er gewoon 7 miljard, laten we even een fictief aantal noemen, maar 7 miljard verschillende brillen zijn hoe de wereld gecreëerd wordt. Ja. Die allemaal hun eigen lading erop op projecteren. Ja, dat is gewoon waanzinnig. Ja. Vind ik zo mooi. Dus het ging je altijd wel om de mensen. Het ging je niet zozeer om het kapitaal of om de, wel die ideeën. Maar... laten we eerlijk zijn, ik ben natuurlijk niet vies van geld. Ja. Dat is ook wel een leuk item wat ik graag aan zou willen kaarten. Is spiritualiteit, als we het zo mogen noemen, dat altijd kosteloos moet. Hè? Ik heb hier wel eens een paar keer gehoord, van ja, dan moet ik voor een satsang €20 moet ik betalen. Dan denk ik, ja, maar de hypotheek wordt ook niet, de bank zegt ook niet van, nou mevrouw, u bent spiritueel. Nou, dan komen we met de personeel, met de accreditatieafdeling komen we even langs, maar dan hoeft u de maand niet te betalen. Ja, 0% rente. Ja, ja. Dus dat, weet je leeft wel gewoon in een... je kan zeggen het is een illusie, maar aan de andere kant, de illusie is wel werkelijk. Ja, moet wel betaald worden. Ja, precies. Dus, ja. En wat doet Boersma Ring? Waar kunnen we Boersma Ring voor inhuren? Mediation, zei je al? Ja, we een familiebedrijf, hè, met alle problematiek die daar, zowel bedrijfskundig als relationeel. Bedrijfsopvolging en dergelijke. Mediation, counseling, maar het moeilijke is, daar lopen we wel tegenaan, om een juist woord te vinden voor datgene wat je aanbiedt. Ik begreep ook iets met ziekteverzuim, dat jullie bedrijven helpen om het ziekteverzuim terug te brengen of in kaart te brengen? Of niet? Nou ja, heel vaak is het dat een bepaalde behoefte niet wordt herkend en alles gaat zeg maar door. Ja, en iemand voelt zich dan, die staat nog bij het station en de hele werkende trein die gaat zeg maar door. Maar als je die behoefte echt daadwerkelijk in kaart brengt, ja, dan als die behoefte ook herkend wordt en dat kan ook bespreekbaar gemaakt worden. En dat lijkt dat die ondernemer of leidinggevende, dat die daar dan tijd in moet stoppen. En dat is vervelend, want dat blokkeert de dagelijkse gang van zaken en de dagelijkse werkzaamheden. Maar de keerzijde is dat het uiteindelijk rendement veel groter is. Want iedereen voelt zich gehoord, gezien. En dat is zo belangrijk. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Ja, en vanuit die dualiteit zegt iedereen eigenlijk van, nou doe het nou maar net zoals ik, dan hebben we geen probleem. Ja. Maar ja, er zitten natuurlijk altijd van die jokers bij die precies het tegenovergesteld doen. Want iedereen doet altijd precies het anders als dat jij het zou doen. Ja, 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 ja. Ja, en als je daar, zeg maar de wet van de communiceert, als je daar een brug tussen kan vormen, ja, dan zie je toch eigenlijk dat veel meer dingen tot bloei kunnen komen. Ook in de relationele sfeer op het werk. Hè, ik vind ook bijvoorbeeld, je hebt een programma over de streep. Hè, van als je dit zou weten, nou dan...
Ja, maar dat vergt wel een bepaalde kwetsbaarheid. En zeker in ondernemersland ja, is dat gewoon op een of andere manier toch een conditionering wat heel moeilijk is om je toch kwetsbaar op te stellen. Ja. Ja, mensen investeren ik werk 49 weken, maar dan die 2 weken, dan gaan we er echt een hele dure vakantie, gaan we naar Club Med en dan gaan we er echt even 2 weken tegenaan. Dan liggen ze 3 dagen ziek op bed, want dat hele lichaam dat moet ontstressen. Nou ja, dan kom je een beetje bij van je zonnebedje, dan ben je nog verbrand als een kreeft als je een beetje pech hebt. Ja. En ja, dan heb je dan een week, 10 dagen, heb je dan lekker genoten. En dan begint, de mind komt er weer in van, oh shit, ja, maar ja, nou over 3 dagen. Dan, nou ja, die dag reizen gaat er al af, dan blijven er nog maar 2 over. Nee. Ja, en dit moet ik nog en dat, nou, en hoe zou het met die zijn? En, ja, en dan praten we niet over als de telefoon in die 14 dagen nog een paar keer gaat. Waardoor je er helemaal niet van loskomt. Nee. Wat is dan de juiste manier om met je werk of je onderneming om te gaan? Loslaten, denk ik dan. Maar ja, kan dat wel? Nou, ik heb dat ooit van Hans Wiegel gehoord en ik heb dat zelf ook ervaren. Mijn beste vriend was een aannemer, een meewerkend timmerman, die had een aannemersbedrijf. Die man was toen de tijd 65, 66. En wat wij merkten, en Hans Wiegel heeft dat met een loodgieter als ik me niet vergis. Als jij nou gewoon intensieve gesprekken kan voeren, maar echt dat het ergens over gaat. Hè? Dus niet alleen lang leven de lol, maar ook dat je echt vertrouwd kan vertellen wat je raakt, hoe je het ervaren hebt, wat je gevoel bij die ervaring is. En dan hoef je niet heel zweverig over je gevoel te gaan praten. Dat is allemaal ja, bij wijze van spreken onzin. Dat is ook een oordeel, maar ja, ik weet niet hoe ik het anders even onder woorden moet brengen in de spontaniteit. Maar echt een iemand hebben waar je gewoon je verhaal bij kan doen, die echt oprecht 100% met volle aandacht naar je luistert. Dat is feitelijk in mijn beleving, achteraf gezien, het enige wat echt werkt. En daar ben ik achter gekomen door die vriend wat ik je net uitlegde. En de bevestiging werd daar eigenlijk ook gegeven door Joannika. Want wat Joannika uniek maakt, en ik denk mijzelf ook, is dat je 100% met volle aandacht naar iemand kan luisteren. Zonder meteen met allerlei adviezen te komen. Welk advies kan je iemand geven? Ja. Je loopt allemaal je eigen pad. Iemand die tegen mij zegt dat je advies... Ik kan een voorbeeld geven. Een accountant. Ja, daar ga je dan, die heeft dan geleerd voor de cijfers. Dat is bij een heel groot accountantskantoor. En daar wil je dan mee sparren. Maar die heeft een boekhoudkundige opleiding. Die komt accountancy. Helemaal perfect. Maar hoe kan je daar nou... feeling mee krijgen hoe jij die onderneming moet doen. Want die zit al meer aan de zevere kant als jij. Dus je kan er wel iets uitpikken. Maar echt gehoord worden is natuurlijk alweer een heel ander verhaal. Want die bekijkt het toch weer vanuit zijn perspectief. En krijg je advies vanuit de bril zoals diegene de wereld ziet. Ja. En eigenlijk zou je dan in elk advies moeten zeggen. Ja, als je het mij zou vragen. Hè, als ik jou zou zijn. Nou, en dan ga je al. Ja. In de bron wel. Maar voor de rest natuurlijk is het gewoon onzin. Dus je kan mensen niet adviseren. Nee. Wat je wel kan doen is praten, dialogen, alleen maar dialogen, open. En dat diegene eigenlijk zijn eigen druk in zijn ballon, zeg maar in de metafoor, kwijt kan. En doordat hij dat kwijt kan, ontstaat er ruimte voor nieuwe dingen. Maar dat zit al in jou. Ja. En dat zit in die ondernemer ook. Ik hoef nog geen één ondernemer te gaan vertellen hoe hij zijn onderneming moet drijven. Dat kan niemand. Nee. Want die ondernemer is juist zo uniek. Omdat hij die unieke ondernemer is. Ja. En niet omdat hij met Erwin Boersma zijn advies opvolgt. Ja. Of Pietje Puk. Want dat werkt niet. Nee. Maar het ballonnetje leegmaken. Heel enthousiast weer ruimte krijgen voor nieuwe dingen. Ja, en dat ballonnetje dat kan alleen maar als er oordeelloos geluisterd wordt. Ja. Ja, en dan moet je denk ik toch wel... Dat moet er wel sprake zijn. Maar dat is misschien mijn anti-autoriteitscomplex van de... Ja, zeg maar de genezende genezer. Hoe bedoel je dat? Nou, de genezende genezer, dat is echt een dingetje waar ik heel veel moeite mee heb gehad. Is dat je advies krijgt van mensen die het zelf niet doorleefd hebben. Ja, ook advaitisch gezien. Dus als jij iemand... Ik heb bijvoorbeeld zelf een gewapende overval meegemaakt, om een voorbeeld te noemen. Als je dan met iemand praat, zeg, oh, verschrikkelijk en dit en dat. Hoe kan diegene mij advies geven als je het niet zelf... Dat er geen restsporen meer zitten, maar dat je het meegemaakt hebt en dat het daarmee ook, ja, dat het echt over is. Ja. Ja. Dat er geen kralen nog meer op de ketting zitten of dat er nog gestagneerde energie is, hoe je het noemt, noem je het. Ja. En dat zijn toch
Want alleen dan kan je oordeelloos luisteren. Want zodra jij mij een verhaal gaat vertellen en ik heb hier nog iets zitten, hè, ik doe hier dan maar in de mind, dan zeg ik, oh ja, maar dat heb ik ook meegemaakt. En dan neem ik jouw verhaal over. Ja. Maar dan word jij toch helemaal niet wijzer van. Nee. Want dan zit je naar mijn verhaal te luisteren. Ja. Terwijl jij jouw verhaal juist moet kunnen doen. Maar dan moet je het ook echt 100% Het moet vanzelf gaan dat je er echt oprecht in geïnteresseerd bent. Ja, en dat vergt wel een bepaald traject, wat dan wel moeiteloos gaat, achteraf gezien. Maar dat is ook weer een gedachte natuurlijk die achteraf gevormd wordt. Ja. Maar ik denk wel dat het vereist is. Je lijkt me een hele intelligente man. Is intelligentie, is dat een hindernis voor je of is het een zegen? Ik heb het alleen maar ervaren en gezien als een hindernis. Er zijn zeg maar drie trucken van de mind. En één daarvan is de analysemodus. En ben jij behept met een grote mate van intelligentie, dus dan snel kennis tot je kunnen nemen. Dan kom je dus ook snel tot informatie. Dat waren we op Nijenrode, was dat natuurlijk ook een skill wat heel erg gewaardeerd werd. Want je kreeg zulke dikke pillen. Nou, die moest je in een week tijd, moest je die van voor naar achter, moest je die kennen. In ieder geval moest je de kern eruit halen. Dus je bent al heel snel geneigd om in een soort analyse-scan-modus te gaan. Maar ja, zo benader je het leven ook. En dan kom je dus heel snel in die aannames weer terecht. Ja, en dan zit je al in de vak. Ik ken heel veel mensen, juist met een universitaire opleiding, maar dat geldt voor HBO natuurlijk precies hetzelfde. Mensen die veel geleerd hebben, die hebben dus een soort beloningsstructuur vanuit, ik weet het, want als jij je diploma hebt, oh, fantastisch, oh, ga je naar de universiteit. Hoe hoger de opleiding, hoe meer veren je in je kont gedouwd krijgt. Want er is geen één ouder die tegen zijn kind zegt, althans weinig zullen er zijn die zeggen, oh, je kan naar het VWO. Nou, weet je wat, ga lekker met je handen iets doen. Word beeldhouwer of schilder of timmerman. Terwijl dat misschien wel in je belofte ligt. Want er zijn natuurlijk ook zat timmerlieden. Daar is mijn vriend Jan weer een voorbeeld van. Hij was ook super intelligent. Alleen die heeft van huis uit niet de mogelijkheid gehad om te kunnen leren. Maar de man was zwaar intelligent. En zo zijn er heel veel ondernemers. Het blijft een verhaal natuurlijk, maar sla de quote 500 maar over. Ik denk niet dat er heel veel ondernemers nou gestudeerd hebben. Ja. En dan druk ik me nog heel zachtjes uit. Maar ze kunnen wel 1000 euro wisselen. Ja. Ja, hoe heb jij dan de intelligentie nu een plek kunnen geven dat het je niet meer hindert? Nou, omdat je met sommige dingen, ik heb me er ook een hele tijd tegen afgezet. Daar maakt zowel Jomanieke als Jan daarvoor me wel op attent dat, ik was al, nee, als iemand zei, Nijro, dat heb je goed gedaan, dan ging ik op de andere helft zitten. Dan zeg ik, dat stelt niks voor. Maar dat is ook maar een houding en überhaupt maar een standpunt. Maar dat zijn ook mensen die dan zeggen, kijk, hij doet net of het niks voorstelt, maar dat is juist om... Ja, mensen zeggen, ik ben niet zo rijk, die ken ik ook. Nee, ik heb niet zoveel hoor. Ja. Dat geeft juist de indruk dat ze juist heel rijk zijn, weet je. Dat is, dat werkt toch niet, zeg maar. Maar laat ik de vraag anders stellen. Heb jij je gevoelskant ook kunnen ontdekken en kunnen ontwikkelen? Ja, maar dat is wel met schade en schande gedaan. Ik heb gewoon gezien dat zeg maar in die verstandmodus, dat daar gewoon niks te vinden is. Maar goed, zo heb ik ook met zeg maar de topcriminelen van Amsterdam ben ik in aanraking geweest. Toppolitici in aanraking geweest. Ik heb wel altijd op een of andere manier de mogelijkheid gehad om ergens heel dichtbij te bevinden. Te kijken wat daar plaatsvindt. Hoe dat spel gaat. En dan zeg maar de essentiële dingen uit. Dus ik hoef niet het hele pad mee te lopen om... En ik weet niet of dat intelligentie is. Ik denk eigenlijk meer dat emotionele intelligentie is. En daar heb ik eigenlijk veel meer aan gehad. En Je hebt een enorme mensenkennis. Dat komt hier. Ja, een liefde voor mensen. En daar volgt zeg maar een... Daar volgt een soort ervaring uit. Maar kennis is wat je kan leren, heb ik het idee. Niet om jou nou de woorden te verbeteren. Maar kennis, dat krijg je ook al op school. Ja. Ik verbaasde me op Nijrode. Dan krijg je IKEA, jongen. Nou, dat was dat voorbeeld. De boomplantages doen ze zelf. De zagerijen doen ze zelf. Maar ze allemaal geouwehoer achteraf. Ja. Ja, tuurlijk is IKEA succesvol. Maar die professor, met alle respect. Die op en top theoreticus.
Ja, die kan jou volledig laten analyseren hoe IKEA in elkaar zit. Maar als jij dan morgen gaat zeggen, ik ga Patrick Kikken furniture doen. Ja. En ik ga ook een plat... Maar dan werkt het opeens niet meer. Nee. En dat komt omdat het elk moment nu opnieuw geschapen is. Ja. Dat is dan zeg maar advaitisch gezien. Maar dat is natuurlijk ook het nadeel van kennis. Het is waar, tot het moment dat er weer iemand anders komt die zegt... Die dan zoveel respondenten heeft, dat, waardoor het wetenschappelijk aangetoond is dat het nieuwe waar is. En dan is het oude opeens niet meer waar. Ja. Ik zeg altijd zelf heel flauw. Vroeger dachten ze ook dat de aarde rond of plat was. Ja, totdat iemand erachter kwam dat hij misschien toch wel rond was. Ja. Dan komen we toch weer terug bij je aannames. Dus neem niks voor waar aan. Dat is wat eigenlijk. Maar dat is ook wat het vreugde in het leven brengt. Ja. Want als je niks aanneemt, dan bekijk je opnieuw. Ja. En anders dan krijg je die Jonica, dan zegt die geheugenplaatjes van Dick Bruna. Ja, als je zegt huis, boom, jas. Ja, daar krijg je allemaal, je hebt al beeld erbij. Ja. En zo zie je elkaar ook eigenlijk dan. We hebben nog zo'n kleine 10 minuten. Ik wilde nog wat termen uit de Advaita tegen je aanhouden. Dat doe ik meestal bij zo'n interview. Er wordt vaak gesproken over vrije wil. Hè? Daar zou jij ook in verdiept hebben. Hebben wij nu uit vrije wil besloten om hier in het hoekje van de tuin bij Jonica te gaan zitten? Of gebeurde het gewoon? Volledig spontaan. Ja, hè? Want een half uur, of laten we zeggen... 2 uur geleden hadden we allebei ik nog geen idee of dit de bedoeling was. We hebben net nog de koelkast schoonstaan linken van de slagroom die gevallen was. Dus laat staan dat we een interview gepland hadden. Ja. Dat hadden we heerlijk aan de taart. Ja, en dat zijn vaak de leukste momenten. Op vakantie doen we niet anders. Hè? Laten we dit, we doen dat. En, alhoewel, je hebt ook mensen die op vakantie juist wel een hele planning van tevoren gaan maken. Ja. Maar die zie ik ook weinig praten onder het eten, hoor. Die zitten elkaar zo aan te kijken van, ga jij wat zeggen? Of ik, zeg maar niks, want nee, ik weet toch wel wat je gaat zeggen. Ja. Hey, en er wordt ook vaak gezegd, de wereld is een illusie. Ja. Hoe zie jij de wereld? Ik denk dat het feit is, qua transparant ego, denk ik dat het grootste gevaar is wat je kan lopen in je zoektocht. Ja? Ja. Ik bedoel, de hele wereld is een illusie. Laten we zeggen dat het een hologram is, hè, wat ook vaak in het onderricht wordt verteld. Maar het gevoel en de werkelijkheid die je ervaart, het directe zien, dat is wel wat op dat moment nu hier aanwezig is. Ja. Dat kan je geen illusie noemen natuurlijk. Nou, laten we dan zeggen, de wereld is een droom. Wij zijn dit nu aan het dromen. Ja. Ik denk dat ik daar bijna hetzelfde antwoord op moet geven. Maar die droom is dan toch nog steeds een werkelijkheid. Ja. Net zoals dat jij 's nachts droomt en je wordt zeg maar achterna gezeten door iemand. Dan schrik je toch barend in het zweet, schrik je wakker. Dus ja, alles ervaart toch van datgene wat er is. Ja. En in je droom, 's nachts dromen, dan werken de zintuigen dan niet. En ja, voor de rest is ook alles aanwezig. Dus in dat opzicht... Kan ik me wel vinden in het verhaal. Snap ik wel wat er bedoeld met het leven is een droom. Ja. Maar ja, die droom is dan, die ervaar je toch als een realiteit. Ja. Dus je zegt, er is niks. Ja, dat is ook zoiets van... Hè, dan, maar dat, als je daadwerkelijk doorleeft van er is niks, dan heb je dus ook nergens last van. Ja. En dan zeg ik, dan is het waar en dan is het ook nog waar uit jouw mond. Maar ik denk dat het daar heel vaak ontbreekt. Want dan heb je dat gevoel... dat je geraakt wordt door angst en verlangen, ook niet meer. Ja. En dan is het waar. Maar ja, daar zie ik niet altijd wat ik dan zeg maar van horen zeggen. Wat we dus eigenlijk niet moeten... dat zie ik dan niet altijd consequent gebeuren. Maar dat is ook een standpunt. Ja. Dus dat kan je eigenlijk ook niet zeggen. Je luistert net als ik ook graag opnames terug van Alexander Smit. Ja. Wat spreekt je zo aan in dit heerschap? Ja, dat is wel een hele leuke vraag. Is natuurlijk ook een beetje Amsterdams, hè? Ja, het was volgens mij van... Oh, nee, Rotterdam. Oshino Rotterdam, maar goed, hij heeft natuurlijk wel veel teachings gegeven in Amsterdam op de Lauriersgracht of zo. Maar in ieder geval voor mijn tijd. Wat ik heel leuk vind in zijn teaching is dat het praktische dingen waren. Hij kwam met verhaaltjes waarvan je eigenlijk helemaal niet wist... Of het daar waar is, of dat het gelul is. Maar dat is in het dagelijks leven ook, want het maakt ook niks uit. Nee. Het wordt pas vervelend als je af gaat vragen van, zou het nou waar zijn of niet? Want als het niet waar is, dan deugt er niks van. Maar als je het gewoon het verhaal beleeft, dan maakt het toch geen moer uit of iemand ligt of niet. En dat zat in zijn onderricht, zat dat natuurlijk wel er doorheen. Hè?
ja, er zijn toch een paar karikatuur, zoals die Amarito, mevrouw... Ganzenveurde. Ja, Ganzenveurde. Weet je, ik ken die naam, maar inderdaad, ja. Je had Cohen. Ja. Dat is ook zo'n legendarische. Had het over zijn tante Fien of zo, ja. Die dan ook van alles meegemaakt zou hebben. Ja. En zijn werkster als een Russische bouwvakker of zoiets. Ja, ja, ja. Die zou de linnenkast in één keer verplaatsen. Ja, dat weet ik. Weet dat je, blijf je bij. We nemen onszelf vaak zo serieus. En daar begint alle ellende. Als je nou het leven serieus neemt, het leven, alles wat groeit en bloeit. Ja, dan is die vreugde er weer. Ja. Ja, als je jezelf en de rest en de personen serieus neemt, ja, dan is eigenlijk alles vergald. Ja. En ik had bij de teachings van Alexander, ja, dat waren gewoon dagelijkse voorbeelden, gewoon het dagelijks leven. Ja, en wat we hier natuurlijk ook met Joannika meemaken, hoewel die ook bekend is natuurlijk met Alexander. Ja, daar is ook dat spirituele is helemaal niks zweverig. Het is gewoon, we denken allemaal dat we mensen zijn met spirituele capaciteiten. Maar we zijn gewoon spirituele wezens met menselijke eigenschappen. Ja. Het is precies omgekeerd. Ja. Althans, verkondig de waarheid niet, maar... En krijg je wel eens reacties van mensen, want die denken, ja, maar hij heeft op Nijenrode gezeten. Waar houdt hij zich in godsnaam nu weer mee bezig? Want het is net als met mijn disjockey zijn, moeilijk te verenigen. Jij met je universitaire opleiding. Krijg je de commentaar op van mensen die er totaal niks van snappen en denken van Erwin? Nee, maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik er ook in mijn beleving althans niemand mee lastig valt die er niet om vraagt. Ja, dat is wel... En ik denk dat is ook wel iets wat Joannika mij in het verleden heel erg op het hart heeft gedrukt. Eigenlijk vanaf het begin. Want ik was in eerste instantie, ja, ik denk dat iedereen dat ook wel kent. Oh, er gaat een wereld voor je open, ja. De openbaring. Iedereen moet het weten. Ja. Je wilt het met iedereen delen. Maar ja, als je dan 3-4 keer de deksel op je neus zegt, dat mensen je aan zitten kijken van praat hij nou Russisch? Ja, en dat je dan al gelijk van, nou, dit gaat hem niet worden. Ja, ieder zijn ding. Ik bedoel, ja. Ja. Maar heeft Advaita jouw leven 180 graden op zijn kop gezet en daardoor positief veranderd? Ja. Ik denk wel dat het een ander perspectief op lijden heeft gegeven. Lijden met lange ei. Ja, ja, ja. Ik heb heel veel dingen niet begrepen. En maar gewoon aangenomen van als fait accompli van nou ja, het is niet anders. Hè. Het is zoals het is. Ja, dit is ook onderdeel, de zoete en de zure door elkaar heen. Nou, noem allemaal van die opmerkingen. En Advaita heeft niet het... Het heeft wel een soort weten teweeg gebracht. Hè? Datgene wat jij niet zou doen, dat de ander dat dus altijd doet. En zo zijn er natuurlijk heel veel wetmatigheden. Ja, die toch wel een soort inzicht geven, waardoor je weer uitzicht krijgt. En ja, dat maakt het beleven van de droom natuurlijk aanzienlijk anders. Ja, en een stukje relaxter lijkt me. Ja, hoewel je natuurlijk nog steeds... daar ben ik gewoon heel, heel open en eerlijk in. Ik loop nog steeds tegen sommige dingen aan dat ik denk van... Hé, wacht eventjes, toch niet heel prettig wat ik hier ervaar. Ja, ja, en dan heb ik toch nog wel dat ik denk... Oh, wacht even, moet even de identificatie moet ik toch eventjes... dan moet ik dan nog even, toch even in, qua perspectief me richten op de totaliteit... en niet op die vernaming van Erwin. Ja. Hè, dat wipwoppen, dat zit er bij mij nog wel in. Daar ben je wel heel eerlijk over. Ja, nou ja, goed, ik kan alleen mezelf maar belazeren. Ja. Dat is het allerergste. Dus daar was ik al heel snel achter dat niet echt werkte. Nee. Als mensen met jou in contact willen komen, Erwin, wat is de makkelijkste manier? De makkelijkste is boersma-ring.nl. Daar staat een 06-nummer op en daar kan je me gewoon 24 uur per dag bellen. Ja. Nou, is dat geen uitnodiging voor allerlei lolbroeken. Maar het feit dat ik het nu al uitgesproken heb, is de geest al uit de fles. Ja. Maar onze dienstverlening is wel via... wij willen eigenlijk een soort... Onze intentie is om vanuit de gelijkwaardigheid met mensen om te gaan. Er is geen goed of fout. We zijn er. Er is gewoon een gelijkwaardigheid. Je kan hier in en uit lopen. Nou ja, je bent er zelf getuige van. Ja, dat is gewoon heel prettig en daar ontstaan waarschijnlijk vriendschappen uit. En het moet niet hoor. Mensen kunnen ook gewoon voor advies of dat ze met een bepaald issue zitten. Ja. En de meeste van de dingen zijn in een paar gesprekken opgelost. En conflicten vaak al in een paar uurtjes. Ja. En waar ben je zelf nog maar op zoek?
In de zin van, met wie zou jij zelf nog graag in contact willen komen? Ik weet, je bent de liefhebber van sportauto's. Ja. Nou, wat ik heel leuk vind is rondjes op het circuit rijden. Ik heb een paar keer met de motor gedaan en een paar keer met de auto. Zandvoort? Ja. Hockenheim. Ja. Hockenheim, maak me allemaal niks uit. Als er maar een beetje genoeg vermogen onder het rechtervoetje zit, dan dat is toch echt iets wat ik heel erg leuk vind. Ja, absoluut. Als, dat is wel iets wat ik heel veel plezier aan ontleen. Ja. Sowieso autorijden vind ik heel leuk. Ja. Oh. En je bent ook nog wel eens vaker in Turkije. Wat ga je daar doen? Nou, wat we gaan doen is retraitenweken. Dus mensen een week helemaal, laten we zeggen, even helemaal niks. Dan hoef je dus ook niet 3 dagen je ziek te voelen. En ja, door middel van dialogen. Hè, we hebben de beschikking over een zeilboot. En hoe noemen ze iets officieel? Ja, een gulet is het type. Maar in Nederland noemen we het een schoener. Hè, dus dat is zowel een zeilboot die ook door motor aangedreven kan worden. En dan gaan we dan 8 dagen of 14 dagen de Egeïsche Zee over. Ik heb zelf altijd met mensen meegenomen op mijn eigen boot. Ook ik ben van Zuid-Frankrijk naar Corsica, naar Turkije gegaan. En daar ontstond eigenlijk al spontane gesprekken. Er is een soort wijdheid en een soort openheid in die zee, in die ruimte. Je hebt uitzicht, prachtig mooi weer. Ja, eigenlijk zoals je vakantieliefde ook tot stand komt, weet je. Alles is anders. En als je dan thuis bent, dan ja, alles wat je zoals je daar ervaren hebt, is dan anders. Ja, en daar zijn wij wel heel uniek in. De nazorg is bij ons gewoon all-inclusive, zeg maar. Ja, dus daar gaan wij niet heel moeilijk over. Oh, we hebben nog zoveel uur met je gesproken. Dat zou ik ook nog wel graag willen benadrukken. Hè, dat onze dienstverlening niet alleen uurtje maar factuurtje is. Maar het is echt gewoon, we gaan gewoon met iemand om de tafel zitten. Wat is je probleem? Of wat ervaar je als een probleem? Een conflict, hoe kunnen we het oplossen? Dit is met een gesprek, dit is wat er voor nodig is. Ondersteunend. Ja, en dan hoor je de plek. En als je dan een dag of een week later belt en er popt in één keer een vraag op, want dat gaat natuurlijk vaak zo. En dan is het, maar hoe zit het dan met dit? En huppatee, nou, gewoon bellen en dan, dan gaan we niet nog een keer weer, ik heb je nog een uur aan de lijn gehad, dan moet ik ook factureren. Want dat is bij een psycholoog en een relatietherapeut, uw tijd is om. Ja. We plannen het gewoon zo ruim in, dat mensen het eerder zat zijn, dat ze zelf vol zitten, dat ze denken van we laten even bezinken. Ja, en als je er weer ruimte voor hebt, dan staat de deur gewoon weer wagenwijd open. En als je een week geen zin hebt, is het ook goed. En als je, mensen zijn daar vrij in. Ja. En voor mensen die meer informatie willen over de retraitenweek in Turkije, is daar ook een website van? Ja, ik heb met Joannika een stichting. Dat is de makkelijke website is stichtingvreugde.nl. Mm-hmm. Maar de Latijnse naam is Vita Latiori. Dat vonden we leuk. Maar Zeker. Dat is vreugde voor het leven eigenlijk. Ja. Hè? Waarin we de mensen eigenlijk weer terugbrengen naar hun ware natuur. Althans, meereizen, laten we het zo maar even zeggen. En die site zijn we nu volop aan het opbouwen. Dus dat zou je in de gaten kunnen houden. Staat nu onder construction, geloof ik. Maar in principe gaan we in september, het naseizoen, willen we weer heerlijk 8 dagen of 14 dagen, afhankelijk wat mensen willen. Dan zijn ze helemaal vrij, hebben ze een eigen hut, airco, een eigen douche en toilet. Hè, dus je hebt helemaal volledig je privacy. Dus de boot is, ik geloof, 35 meter lang. Dus er is altijd een stil plekje te vinden. Een heel leuk item wat we zouden willen doen is videoportretten. Dus ja, misschien kunnen we jou daar nog voor strikken om echt diepte interviews met mensen. Want heel vaak weten mensen niet eens van de vader of de moeder of de broer of de zus wat ze doen. En door interview kan je eigenlijk toch laten zien, hè, bepaalde levensvragen. Hoe kijk je tegen het leven aan? En dat mensen echt een inzicht krijgen in zeg maar dat wat we de ander noemen. Ja, ik ben blij dat we dit het afgelopen uur met jou hebben kunnen doen. Ja, ik ook. Dankjewel. Ja, mooi. Heel leuk. Alle info staat ook onder dit filmpje, de linkjes die opgenoemd zijn hier. Ik sprak met Erwin Boersma. Erwin, dankjewel. Patrick, super, dankjewel. Hoi.